Ja, heel simpel. Rick Schoenboom en Jeroen. Jeroen Lammersma. Ik ken Rick al heel lang. Uit het Groningse. Ja, via de commerciële business is Rick nu in de zeg maar, academia gerold. Als lector aan de Hans Hogeschool doet hij nu hele spannende dingen met hele revolutionaire zaken. Iedereen die roept altijd AI, AI, AI. En dan krijg je veel theoretische verhandelingen, maar bij de Hans Hogeschool doen ze echt praktisch onderzoek, praktisch gericht onderzoek naar het toepassen van AI. En daar gaan jullie eventjes een leuk verhaal over houden. Ga je gang. Dankjewel Rudy. Ben ik zo goed te verstaan met de microfoon? Goedemiddag. Bedankt voor de AOV om de post-lunchdip op te vangen. Maar goed, deze zaal is meest. Die andere was wat ruimer, dus ik wist dat die hier heel warm was. Maar fijn dat er zoveel belangstelling is. Ik hoop dat we jullie niet teleurstellen. Ik stond op het programma voor mezelf, maar Jeroen is een van de mensen die meegeholpen heeft aan dit programma. Hij is ook een van de mensen die vanochtend met de bus is meegekomen. Dus ik vind het ook heel leuk om jou nu ook je eigen werk mee te laten presenteren. Dan hoef je niet met zijn veren te pronken. Rudy, inderdaad, we kennen elkaar al heel erg lang. Een van de allereerste Linux kernels heb jij op mijn pc gezet. Maar dat was goed. Dat is heel goed. Maar waarom? Waarom? Even, wie herkent... wie weet wat dit is? Het kan in het Nederlands trouwens, hè? Want ik heb onze Amerikaanse gast. De eerste elektrische auto. Dat klopt. En waar is die gemaakt? Groningen. In 1835. Nog een kleine anekdote, ja, mag wel even. We zaten een beetje onder elkaar. Hè? Dus noorden van Nederland heeft heel erg gelobbyd om de Tesla-fabriek naar Europa, de Tesla-fabriek die in Europa gebouwd zou worden, om die in het noorden te krijgen. Uiteindelijk is hij naar Berlijn gegaan, zoals jullie weten, waar meteen een heel stuk bos werd gekapt. Maar toen was er ook de boodschap was, bring her back home. Was wel goed bedacht, hè? Maar nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. De officiële is geloof ik afgebrand. Dus dit is een replica. Het staat in het Groningen Universiteitsmuseum. Maar dat is wel natuurlijk. Wij doen hier onderzoek naar. Er staat natuurlijk helemaal geen autofabriek in het noorden. Maar goed, dit is één kwinkslag. Een andere belangrijke reden, dat zal ik uiteindelijk mee afsluiten. Het RDW, die uiteindelijk natuurlijk heel betrokken is bij hoe valideer je auto's, het toelaten van auto's, heeft een belangrijke vestiging in de stad Groningen staan. De andere staat in Zoetermeer. Dus dat is eigenlijk een andere, een beetje een natuurlijke reden waarom wij bij ons, behalve dat het heel leuk is en wij heel goed zijn, hier naar kijken. Maar goed, dit is even pronken met de veren van... maar dit is een hoogleraar scheikunde geweest, dus daadwerkelijk een accu. En heeft ook daadwerkelijk volgens de overlevering met dit karretje door Groningen gehobbeld. Tweede vraag, wat is dit? Ja, ik hoor wat. Klein beetje hulp. Een tomtom achter iets. Inderdaad. Komt in de buurt. Ja. Komt in de buurt. Het is een comma 3. Het is de derde generatie van het apparaat comma, geladen met de software OpenPilot. Zijn er mensen bekend mee? Hebben we er eerder van gehoord? Hij is ook wel eens een beetje in de pers geweest. Een van de techjournalisten heeft een eerdere generatie, de comma 2, ook een beetje proefproces mee uitgelokt. Dus in die zin heeft hij wel wat in de populaire pers heeft hij het gehaald. Even kijken, jij gaat straks wat meer toelichten wat het is. Ja. Ik zal het even kort benoemen. Dus OpenPilot is comma.ai is het bedrijf waar hij achter zit in Californië. Uit mijn vorige leven ben ik ze een beetje op het spoor gekomen, zo wist ik van het bestaan. En... Jeroen gaat straks even wat verder toelichten en ook wat hij heeft kunnen toevoegen. Ik ga straks daarna verder vertellen hoe kun je nou zo'n stuk software als dit of zo'n stuk apparaat valideren. Dan neem ik die van je over. Maar goed, ik heb hem in Groningen laten liggen, want vanochtend iets te vroeg. Het kantoor is nog gesloten. Maar ik heb er ook maar één gekocht. $2000, $800 importkosten. Ik denk, toch maar betalen, want anders komt die douane niet door. Maar goed, het is zeg maar affordable. Laat ik dat woord maar gebruiken en dan kun je hem kopen. Ik heb hem maar gekocht met een Volkswagen stekker. Want dan kan hij uiteindelijk als je wil op een... maar ik vind het een beetje voor jou al een beetje het gevoel te verpesten. Maar het is een consumentenproduct
In de Verenigde Staten is die te gebruiken. En nou, dat is eigenlijk een beetje ons studieobject. En daar willen we jullie nu over meenemen. Dus Jeroen, ja. Nu voor jou. Nou, wat is OpenPilot? Het is een ADAS-systeem. Dat is een Advanced Driver Assistance System. Nou, die zijn denk ik wel voor de meesten bekend. Die assisteert je eigenlijk bij het rijden. Bijvoorbeeld als jij heel hard op een voorligger toerijdt, dan krijg je soms een alarmbelletje. Nou, zulke soort systemen moet je dan aan denken. Nou, dat is SAE level 2. Zijn jullie bekend met het SAE level? Het gaat over de vorm van autonomie. Nou, hier is even een overzicht. Maar ik ga er niet helemaal doorheen om even aan te geven. SAE level 2. En het blauwe stuk betekent nog van, als jij aan het rijden bent, jij bent verantwoordelijk, jij bent de bestuurder in de auto en het systeem die assisteert je alleen maar. Bijvoorbeeld als je adaptive cruise control hebt, dat is een heel mooi voorbeeld van zo'n systeem die jou assisteert. Gaan we naar level 3 en verder, dat zijn de groene blokjes. Dan is de auto, het systeem, de software, die wordt de bestuurder. En dan zie je nog een klein stukje blauw bij level 3 staan, want dat betekent dat op het moment dat het systeem het echt niet weet en jij moet ingrijpen, dan moet het nog mogelijk kunnen zijn. Maar als de auto in principe een ongeluk veroorzaakt, dan is de auto is de bestuurder en niet jij meer. En in level 4 en 5, dan ga je naar die niveaus toe dat er geen stuur meer in zit en dan is de auto volledig de bestuurder. En level 5, dat is nog even de vraag, gaan we dat überhaupt halen? Want dan zou die echt in elke omstandigheden een beslissing kunnen maken. Dus ook als hij over landwegjes zou rijden, misschien door de berm gaat, al die situaties zou hij dan rekening mee moeten houden. Maar ik denk nog wel even dat dat gaat duren voordat we daar komen. Maar dat is een beetje een indicatie van waar we nu staan. En Tesla ook, Tesla staat ook nog level 2. Ja, ze hebben dan die update, hè, dat hij toch wel zelf weer gaat rijden richting level 3. Maar goed, dat hebben jullie misschien in het nieuws ook wel een beetje meegekregen hoe dat is gegaan. Goed. Nou, wat is dan OpenPilot precies? Wat ook nog interessant is, het is open source. Ja, dat is ook wel mooi om hierover te praten natuurlijk. Kijk, als je de Tesla ziet, die heeft autopilot, het is closed source. Kun je eigenlijk niet in de software kijken wat ze nou precies doen. En het mooie aan OpenPilot is dat het open source is. En het is eigenlijk ook beter dan de Tesla's autopilot. Dat is ook wel leuk om te zien. En meestal ook wel beter dan de meeste ADAS-systemen. Er zijn natuurlijk ook andere fabrikanten die hun eigen systemen maken en die in de auto zetten. Meestal als je moet kijken bij nieuwere auto's, moet je maar eens boven de spiegel gaan kijken en dan zie je meestal zo'n cameraatje nu zitten. En dan is het, daarvoor is dat. Die gebruikt die systemen gebruiken die camera. Ja, en dat vind ik ook een hele mooie claim die ze hebben gemaakt, of een mooie claim, mooie tweet van dat, kijk, iOS van de iPhone dat zou ook nooit open source worden, maar Android is dat wel. En zij zien dat de autopilot van Tesla, dat is meer de iOS, ja, en zij zijn de Android. Nou, en om ook die claim toch wel even waar te maken, dat is een score aan de hand van hoe goed het systeem presteert. En dan zie je dat OpenPilot ook bovenaan staat en Tesla Autopilot op de derde plaats. Ja. Ja, dat is. Ja, klopt. 0,2 is het apparaat die hiervoor kwam. Dus het is wel een iets oudere metrics al, of score al. En ze veranderen ook elke keer hun bedrijfsnaam dan? Nee, het is het bedrijf is comma. Comma. Ja, en hun apparaat heette comma, comma 1, comma 3, 2, comma 3. Ja. Ja, goed. Zal ik even ingrijpen? Ja, dit is een screenshot van de Amerikaanse Consumentenbond. Daar heb ik het vandaan. Ja, dus dat is even, daar had ik misschien even onder moeten zetten. Ja, dus dat is hem. En hij is inderdaad van 2 of 3 jaar geleden, ja, toen de comma 2. Hey, wat voor mij eigenlijk zo belangrijk is, ook, wij gebruiken hem ook natuurlijk voor serieus onderzoek en onderwijs. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat het een systeem is wat zich kan meten met de beste. Kijk, ik kan wel iets kleins hebben, dan is het ook leuk en leerzaam. Maar ik vind het ook wel spannend. We zitten hier niet met, nou, we doen hier met dit softwarepakket met de grote jongens mee. Ja. En die ranking, dat is allemaal leuk voor voor de kroeg. Open source die ertussen staat, of zijn er andere ook nog wel open source? Voor zover ik weet. Allemaal closed. Er zal wel heel veel open source software in die modules zitten. Ja. Ja, maar dat je er zo bij kan. En het bedrijfsmodel is ook best wel bijzonder. Ik heb net de prijs genoemd, ik kan het gewoon opzoeken. Ik denk eens ongeveer $2000. Gaan ze daar heel rijk van worden? Dat denk ik niet.
Hè, maar ze behopen dus dat het systeem zo goed wordt, dat als jij straks een auto wil hebben, hè, je bent een autobouwer, dat je, nou, net als Android, dat is gewoon, zij worden de facto standaard. Ja. Dat is de diepere drive van, hij is ondertussen trouwens weg, maar de diepere drive van de oprichter van het bedrijf, Comma. Yes, even kijken. Ja, nou even om een voorbeeld te geven, ook wat kan het apparaat nou allemaal? Deze is wel iets ouder, voor mij zit er al wat meer functionaliteit in ondertussen. Maar bijvoorbeeld automated lane centering, nou, dat hij mooi tussen de lijntjes blijft rijden. Nou, dan, zoals ik net ook al zei, adaptive cruise control, lane departure warning, dus dat je er toch buiten de lijntjes gaat wat niet de bedoeling is. Forward collision warning, dat is al wel ouder, dat zit meestal ook in de auto's van 2008 misschien ook al wel. Lane change assist, dus dan moet je het voor je zien dat je de richtingaanwijzer aanzet. Je moet nog wel even zelf opletten dat je mag. Dat zit natuurlijk alleen de camera aan de voorkant. Hij kan niet achteruit zien of er ook een auto aankomt, ja of nee. Dus moet je zelf nog even doorhebben, maar doe je richtingaanwijzer aan. En dan gaat hij zelf van rijbaan wisselen. Ja, en gewoon dingen zoals navigatie heeft hij natuurlijk. En het is ook wel een echte dashcam, dus dat kan hier gelukkig ook. Maar ook wat mooi is hij gaat ook opletten naar de bestuurder, of jij wel oplet. We zitten nog steeds in SE level 2, dat betekent dat jij als bestuurder verantwoordelijk bent en ook dus moet opletten. Je hebt wel eens in die video's, hè, dat mensen slapen in een Tesla, nou dat mag eigenlijk helemaal niet. Dus hij gaat wel opletten, met ook een machine learning model, of jij nog steeds oplet, of dat jij een beetje aan het vliegen fluiten bent, of op je mobiel aan het zitten bent. Dan gaat hij op den duur, gaat hij jou warnings geven. En die worden steeds heftiger en heftiger, totdat hij uiteindelijk zegt van, oké, hij gaat disengage en dan gaat het gas ook loslaten. En dan gaat het systeem, moet jij zelf overnemen, en dan gaat het systeem, kan ook niet meer aan, voordat jij hem aan de kant van de weg hebt gezet, uit hebt gedaan, weer aandoet. En dan mag je er weer mee semi-autonoom rijden. Ja. Ik hoorde net, hij wordt aangesloten op de ODB-poort. Ja. Zijn dit dus functies die beschikbaar zijn op de ODB-poort? Ik kom er zo op terug. Dat komt nog in de slides. Okay. Kom ik daar wel op terug. Ja, we komen er eigenlijk nu al een beetje naartoe. Ja. Nou, moet installeren dan overpijn. Mooi bruggetje dit. Zoals je hem ziet, hij zet daar in het midden. Dat is nog wel de 0,2 trouwens, als ik dit zo zie. Maar je kan hem inderdaad gewoon naar zo'n dashcam, plaats je hem gewoon bijvoorbeeld onder de spiegel, moet je even kalibreren. En dan sluit je hem aan op die ODB-poort. Inderdaad, dat zie je daar zo. En wat het mooie is daarvan, is het is bijna plug-and-play. Je moet natuurlijk wel de juiste stekker hebben voor die auto. Dus zoals ik zei, zo'n Volkswagen-stekker. Nou, die werkt dan op Volkswagen, maar voor mij ook op Audi, denk ik ook wel. En zo. Voor mij zijn het allemaal dezelfde stekkers. Maar ik heb een Opel, dus ja. Ja, Opel. En wat heel vet is aan dat apparaat, is dat hij de auto's, ook al heeft de auto een eigen systeem, die kan hij zeg maar een soort van overriden zonder dat de auto het door heeft. Want hij wordt aangesloten op de CAN-bus, dus is een CAN-bus, dat is een bekende term trouwens. Ja, kijk, dat is heel goed. Voor de mensen die het niet weten, dat is hoe de auto, zeg maar de auto zelf communiceert met allerlei systemen. Dus bijvoorbeeld als je de airconditioning al aanzet, wordt er een CAN-bus bericht verstuurd. Het zit dan eigenlijk de boordcomputer van de auto en de berichten die er verstuurd worden. En daar is, eigenlijk wordt het gewoon een node op de CAN-bus. En die onderschept eigenlijk alle berichten die normaal naar de boordcomputer, of die onderschept ze niet, ja, die onderschept ze wel, stoort ze ook weer door. Dus de auto heeft niet door dat hij ertussen zit, maar hij onderschept bijvoorbeeld wel bepaalde berichten, zodat hij het ADAS-systeem van de auto zelf overrijdt. Maar ja, de auto heeft het dus niet door, dat is wel heel ingenieus. Er zit ook nog een ander klein kastje tussen, een Panda, en die doet de vertalingsslag. Want dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder wat zij hebben gemaakt. Het is namelijk een systeem die generiek werkt. Het model is generiek. En in principe kan die op elke auto zo aangesloten worden als ze ondersteund wordt. Want ze moeten natuurlijk de fingerprint wel weten van die auto. Ze moeten natuurlijk wel weten hoe die berichten verstuurd moeten worden. Want de CAN is natuurlijk wel een standaard, maar alle fabrikanten hebben een eigen manier van in dit berichtje, op deze byte staat dit en dit. Nou, daar zijn jullie misschien bekend mee. Ja. Wat vindt de fabrikant ervan dat je in zijn systeem zit? Zijn ze misschien niet altijd heel erg blij mee. Alleen de auto heeft het zelf dan niet door. En ze hebben ook al wel gezegd van er komt een nieuwe CAN, of er is al een nieuwe CAN-standaard. Ik weet even de naam die uit mijn hoofd, maar die kan ook met encryptie werken. Alleen dat de hoofdingenieur van Comma zei al van, oh, dan kraken we die wel. Dus. Maar daar kom ik ook nog op terug van wie er dan verantwoordelijk is als we dit in Nederland gaan doen. Kom ik zo op nog wel op door. Maar er is nog een Panda-kastje tussen en die... Kijken, oh ja, nee, wacht, even terugspoelen. De
het kastje wordt aangesloten en hij leest eigenlijk, hij krijgt de kamberichten van de auto en aan de hand daarvan kan hij gaan elimineren welke auto het is. Van, oh, deze berichten horen niet bij een Volkswagen, dan kan het geen Volkswagen zijn. Maar dan gaat het tot het model en als hij één heeft gevonden van, oké, ik weet nu 100% zeker dat het deze auto is, dan laat hij die, zeg maar die, hoe heet dat ding nog weer, die database, ODB. Nou, in ieder geval de fingerprint van de auto weet hij dan en daardoor kan hij de juiste kamberichten sturen. Maar de software zelf is dus generiek. Dus het werkt voor elk soort auto. Hij moet alleen weten welke auto het is. En dan maakt hij een vertaalslag. En die kamberichten stuurt hij dan in de auto. En een korte voice-over. Dus je kunt ook kijken. Als ik zo meteen van mij heb, wel ik kunt het gewoon vinden op GitHub. Maar er zit de lijst van alle auto's zijn ondertussen bijna 200. Ja. Maar worden ook door sommige mensen zelf toegevoegd. Dus dat is best wel heel bijzonder. En wat ik zelf ook op, nou, jullie zijn nog technisch dan ik, zou ik maar even met alle respect. Maar toch wel bijzonder dat ze iets van 100, 150 parameters weten ze gewoon het auto te vatten. Ja. En dat is natuurlijk best heel knap, dat je dat daarboven doet. En voor toch in wezen zoiets super bepalends, als die auto zelfrijdend maken. En de andere opmerking, Ronnie, is dat de bepaalde sensoren moet de auto natuurlijk wel hebben. Dus ja. Hij biedt zelf een aantal camera's. Maar bijvoorbeeld een LiDAR of zo, ja, die moet in de auto radar, in de auto zitten. En zo. Dus er zijn natuurlijk, als je een auto niet alle features heeft, zal comma zelf of Open Pilot jou minder functionaliteit kunnen bieden. Logisch natuurlijk, hè, maar uiteindelijk zal die altijd een dashcam zijn, want hij heeft zelf drie camera's toch? Twee naar buiten, twee één naar buiten, binnen. Twee naar binnen, ja. Dus dat heeft hij minimaal aan boord en de rest profiteert hij van wat het platform sowieso al heeft. Ja. Moet er ook een stuur kunnen draaien? Ja. Ja, dat kan die. Mits jouw stuur dat kan, ja, hè? Mits jouw stuur dat kan, inderdaad. Nou, dan, moet de auto, dan moet de auto dat wel ondersteunen. Ja, ja. Maar je hebt dan, dan kan ik wel in de diepte gaan met gradaties. En dat doen zij dan met sterren. Wat voor functionaliteiten worden aangeboden. Maar meestal de nieuwere auto's, die kunnen eigenlijk alles wel. En als bepaalde functionaliteiten missen, zoals Rix net zei, dan heb je bepaalde dingen gewoon niet, helaas. En dan zit nog een klein kastje. Dat zit de Panda zit er nog tussen. En die is eigenlijk best wel cruciaal. Oh, ja. Ja. Nee, dat is ook nog weer een kastje die zou bieden. Maar die is, want eigenlijk is het ook wel belangrijk dat het bericht, als er een kambericht wordt gestuurd van stuur nu naar links, dat dat wel goed gaat. En niet in één keer op de snelweg 90 graden naar links gaat. Dus die pannen zitten nog tussen, een stukje C geschreven en die kan ook zelf geen berichten modificeren. Alleen lezen en kijken of dit wel een bericht is die zeg maar acceptabel is. En als het niet zo is, wordt hij geëlimineerd. Maar eigenlijk garanderen ze al dat die berichten niet gestuurd kunnen worden vanuit OpenPilot. Maar is dat toch een extra fail safe voor als er toch iets tussen komt, een kambericht wat eigenlijk niet acceptabel is, dan wordt dat weggefilterd. Maar dat zijn de technische details even. Nou, even een kort filmpje, hoe dat dan uitziet. Even een klein stukje even laten zien. Wel een goede kwaliteit, zie ik, Rix. Nou, dit is ook al van, denk ik, 2 jaar geleden alweer. Dus ze kunnen ook steeds meer. Je kan een... op GitHub ook gewoon een repo zien. En ze hebben eigenlijk elke dag maken ze wel updates. Nou, dat is een beetje een idee te geven. Nou, en dan meer het technische plaatje van, en dat is wel even hoog over hoe zoiets werkt. Want hier heb je de auto. Nou, elke auto is natuurlijk verschillend. En die kan berichten versturen, maar ook ontvangen. Nou, wat ertussen zit, nou, er zit ook nog, officieel nog een Panda tussen, maar... Dan kom je bij de camera, in dit geval nu de 3 hebben we al, die zit daar weer tussen. En dat is de hardware, dat soort dashcampje die we zagen. En die berekent bijvoorbeeld of die moet gas geven, moet sturen. Wat hij eigenlijk doet met dat model is kijken van die nu rijdt en waar zou ik eigenlijk willen zijn, hè, misschien al wel bekend. En dan gaat hij uitrekenen hoe die daar moet komen en wat voor acties die moet nemen daarvoor. En dat doet hij met OpenPilot, dat is de software die daarop draait. En hoe die dat doet is met machine learning modellen. Nou, en die worden achter de schermen steeds weer geüpdatet, getraind, et cetera. Dus ze voegen ook steeds meer functionaliteiten toe. Maar dus even hoog over hoe het in elkaar zit. Zijn dat zo snel vragen over? Ja? Ja, waar wordt de trainingset dan vandaan gehaald? Want Tesla die vindt het natuurlijk geweldig dat ze al die auto's hebben rondrijden. En iemand zegt er ook van, dus ja. Goeie vraag inderdaad. Ze hebben inderdaad. Je kan zelf, als je zo'n apparaat aanschaft, dan kun je kiezen of je je data gaat delen inderdaad. En dan daarvan wordt het ook steeds verder getraind inderdaad. En ook voor het testen worden er non-stop een muur van allemaal van die comma-free's. Bij elke update, die draaien gewoon allemaal van die
vooropgenomen beelden, of in ieder geval beelden van eerdere ritten. En dan gaat hij kijken van hoe reageert de nieuwe update hier nu op. En is het nog steeds acceptabel wat wij accepteren? Zo doen zij ook de hele testing. Ja. En als ineens, want hij kan natuurlijk niet ingrijpen, want het is natuurlijk beeld wat opgenomen is. Maar als de comma ineens zegt van, oh, ik wilde hier heel hard naar links sturen, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was, dan zit er dus een fout ergens in de software. Dat draaien ze non-stop altijd, om te garanderen dat de software goed blijft. Daarmee ook de gebruikersinteracties opgenomen, dus die geeft gas op remt of stuurt, wordt dat ook in het model? Oeh, dat durf ik niet zo snel te zeggen. Dat zou ik echt de details even moeten zoeken. Ik heb me daar iets minder mee bezig gehouden. Meer het nieuwe dingen toevoegen aan de software. Dus ik zou het niet weten. Dan zijn dat natuurlijk. Wat je ziet, moet je gaan correleren aan wat de gebruiker gedaan heeft. En wat misschien de AI had moeten doen. Op die manier. Nee, ik durf het antwoord. Sorry. Yes. Moet ik even meer in mijn geheugen graven. Voor mij, het is dan wel een zeg maar, ik weet wel dat het de standaard is om met kan en kan berichten, dat is de standaard wel. Maar die poorten zijn denk ik wel voor, waarom hebben we ook verschillende stickers? Ja, volgens mij wel. Er zijn in ieder geval elke auto, er zijn iets van 3 of 4 verschillende, helaas, net IBM reclame, you need an adapter. Er zijn een aantal verschillende, dus daar moet je bij, als je hem koopt, zeggen ik wil hem in een Volkswagen platform hebben, en een Honda of zoiets, daar hebben we verschil in. En daarnaast zijn er, en dat is voor mij ook bij je garage, ik heb zelf een algemene garage, die kan net niet alles uitlezen van die auto. Hè. Dus soms moet voor het aanmelden van die roetfilter, moet je echt naar de, want die kan dan net iets meer over die boord. Maar goed, dat hebben zij misschien ook verkapt wat last van, dat zij misschien niet alles kunnen. Misschien kunnen we niet OpenPilot leren dat je ook een nieuwe roetfilter even, zeg maar, zo. Dus, maar daar zit een kleine gradatie, maar in principe is het wel een vrij open standaard, want er zijn ook generieke kastjes die je kunt kopen voor bijvoorbeeld diagnostics. Hoe zeg je dat? Diagnosticeren. En nog even een andere, en dan ik wil toch even naar de meet toe zometeen. Ik weet niet wie bij Maarten is geweest hiervoor, hè, maar er zit hier een interessant aspect aan over aansprakelijkheid. Vond ik toch wel slim van die Jenken. Als jij die panda koopt, als je die comma koopt, is die leeg. Ja. Dus jij moet hem zelf laden met die software. En daarmee ontspringt. Bijna leeg trouwens, want ja, misschien kan comma, het even toelichten. Ja, kun je daar wat toelichten hoe dat gaat? Dat je koopt hem als dashcam. En eigenlijk is het een hele dure dashcam. Ze maken ook echt die software voor dashcam. Dus op het moment dat je hem aanschaft en je sluit hem ook aan, is het gewoon een dashcam. Kun je mooie filmpjes maken van je ritjes. Maar kent iemand nog een beetje die N4 of die R4 kaartjes van de Nintendo DS? Ja? Weet je nog hoe je die kocht? Zat er software op? Nee, precies. En hier is het een beetje hetzelfde grijze gebied. Ze zeggen gewoon van, het is een dashcam, maar wil jij toch iets meer dan kan jij op eigen risico de software installeren. Dus zo verkopen ze hem. En zo kun je hem ook eigenlijk in Nederland krijgen, zeg maar. Ja, heel slim. Is voor jou deze slide. Ja. Ja, en een ander aspect is, maar dat weet je ook eens beter dan ik. We kunnen de code ophalen. Nou, dat is een beetje het begin. Hè. Dat is voor ons natuurlijk geweldig dat dat kan. Hè. Voor ons allemaal, maar voor ons ook in onze situatie. Het is ongeveer 1 miljoen regels code. Ja, dat is veel, maar ook nog wel weer te behappen. Hè. Als je 100 miljoen voor je kiezen hebt, dan moet je daarmee dealen. Nou, rechts een beetje een plaatje en het is te klein hoor, maar je kunt wel nakijken. Dat zijn de verschillende componenten en de kleuren geven de programmeertalen aan waarin het geprogrammeerd is. Dus de grootste bulk, dat is blauw, dat is in Python. Dus het hele, wat je ook vroeg, weet je, die panda component, die is ook safety critical. Die wordt ook onder automotive standaarden gemaakt. Daar is ook wel discussie over trouwens. Hè. Is dat voldoende of moet je eigenlijk het hele component onder? Maar goed, OpenPilot, comma zegt. Nee, alleen Panda moet safety critical. Dat is de belangrijke component. Die moet onder MISRA compliance bijvoorbeeld produceren. En de rest mag er bovenop. Maar goed. Is het nou software of hardware? Het is beide. Beide. Ja. Dus niet hier in deze zelfdrijf? Jawel hoor. Hij is een van de componentjes daar binnen. Oké. Okay. Nee, hij komt er gewoon mee. Hij is er gewoon, want hij zit in die stekker. Dus Panda zit in die stekker ingebakken. Even kijken. Maar er was nog een ander aspect. Als je hem gaat modificeren, dat weet je ook. Niet elke versie wil die draaien. Je kunt natuurlijk wel eigen versies maken. Maar comma, dat wil niet elke versie die jij zelf hebt gebakken, laden. En daar zit ook een kan wel. Je kan namelijk een fork maken en dan aanpassing maken. Maar dan zegt hij ook heel duidelijk, we gebruiken nu een onofficiële build.
Dus ja, eigenlijk pas heel erg op. En ook hun eigen masterbrands op dit moment, die ze hebben, die als je die later zegt, hij ook, dit is niet een officiële beeld, of in ieder geval, dit is niet een beeld die zo goed getest is, dat we zeker weten dat het goed gaat. En nou, daar brengen ze onder zoveel tijd gewoon releases in uit. Ja. Oké, okay, nou, dan nu stap je verder. In oranje is een beetje werk wat wij doen, ook een beetje naar de thuiskleur van onze hogeschool. Dus wij zijn hiermee aan het stoeien, zal ik maar zeggen, gegaan, hè, met een hoofdletter S. Eén zaak is, we hebben Martijn en Hein Douwe, die hebben tegelijkertijd met jou werk gedaan. Maar we zijn gaan kijken, kunnen we bijna een soort reverse engineering doen? Want de documentatie is sowieso, om eerlijk te zijn. Het gaat ontzettend snel, dat weet jij meer. Er bijna 500 mensen zitten er aan te sleutelen wereldwijd. Een van de hoofdengineers woont in Delft. Ik wil de man nog steeds een keer opzoeken, maar dat is wel grappig. Het is een Nederlander, een van de hoofdengineers. Dus wij wilden Martijn en Hein Douwe ook van, nou, hoe kun je hier wat meer als software engineers naar kijken? Nou, eigenlijk is de conclusie, het gaat zo snel. Het is bijna niet te doen. Hè? Dus dat is een resultaat, maar dat is eigenlijk wat negatief. Dus daar hebben we een beetje moeten opgeven, want we wilden eigenlijk zo'n bibliotheek, dat als Jeroen aan het werk gaat of zijn opvolgers, dat we steeds kunnen leren. Maar eigenlijk gaat deze ontwikkeling te snel, we kunnen het bijna niet bijhouden. Maar dat staat meer aan de softwarekant. Nou, zoals Rudy weet, ik kom zelf eigenlijk uit de softwarekwaliteitshoek. Dus, en Jesse spreekt zo meteen, die heeft gekeken naar SBOM-analyse in het algemeen. Hij zei van, neem ook deze even mee. Dat is natuurlijk wel leuk. Dus hij heeft onder andere dus een aantal SBOM-tools losgelaten op de codebase van OpenPilot. Dus op dat niveau, zonder dat ik die nog ga uitdiepen, zijn we bezig gegaan om met deze pakket te werken. Nou, dat is weer een bruggetje. Doe de volgende slide maar even, Jeroen. Want, wij zeiden dat net een beetje diagonaal, het is verboden. Hè? Dus, en wij hebben vrij goed, niet op instand, toen we vrij goed contact met RDW. Toen ik zei, ik ga een kopen. Toen werd mij dat heel erg, je begaat ook echt een misdrijf. Het is niet alleen van, ik betaal die boete wel. Dit wil je niet doen. Hè? En als je wel doet en je rijdt iemand aan, dan krijg je spijt van haar op je hoofd. Omdat je remsysteem dan moeilijk zit, toch? Ja, dus omdat, en de technische reden is, je mag in een Nederlandse auto, die is natuurlijk getypekeurd, en je mag niet morrelen aan het remsysteem. Ja, dan bega je een misdrijf en dit wordt gezien als elektronisch morrelen aan je remsysteem. En onder die reden is die, en dat is een proefproces, heeft iemand dat een keer uitgedokterd ook. En dat heeft hij verloren, het RW heeft dat gewonnen, ja. Maar goed, RW heeft hem ook liggen natuurlijk, hè. Daar niet van. Ja, maar dus je moet dus wel, en ik wil ook met de hogeschool, we willen best de randen opzoeken, maar we hoeven er echt niet overheen. Maar goed. Dus precies wat je zegt, we kunnen het natuurlijk wel doen als een deskcam, maar goed, we hebben nog niet een student gevonden die hem een keer op zondagmiddag of vrijdagmiddag in mijn auto heeft gezet. Maar er is ook wel weer goed nieuws. Er is een simulator, Carla, dat is een vrij state-of-the-art simulator. En dat is ook de standaard simulator die vanuit het bedrijf of de gemeenschap wordt ondersteund. Dus we kunnen sowieso met OpenPilot rijden binnen Carla. Dus dat is de redding. Uiteindelijk is dat ook waar je de meeste innovatie doet. Goed, ik wil natuurlijk nog steeds een keer op vrijdagmiddag, want het feature, wat jij, het is een enorme cliffhanger, jongens. Sorry, even tussendoor vraag. Ja, als je het goed vindt, heel even hierop. De ICT-gilde Noord, Carla, die is er juist heel erg. Het feit dat wij dit doen, ja, is leuk, maar is geïnspireerd. Ja, we doen het niet in opdracht van, hè, maar we doen het geïnspireerd door en met medeweten van. Ja. Het zo, dus, maar ja, Riks komt er nog zo op terug. Hè, ik kom aan het eind, komt er even op terug. Op dus wat dat betreft heb je de deur. Ja. Ja, nou, het fundamentele punt is, je mag dus niet rommelen aan je remsysteem. En de andere is, de wet, hè, er zit ook nog echt een juridisch punt aan. Hè, je moet bestuurder zijn. Dus daar zit nog een ander aspect aan. Moet ik gaan we even door. Want wij zaten natuurlijk wel mee van, oké, wat willen we nou eigenlijk met dit kastje bereiken? Wat kunnen we er dan wel mee? En wij hadden het idee om een VAR, misschien kijken jullie ook voetbal, hè? VAR is wel een leuke afkorting. Maar bij ons staat het voor de virtuele automobiel rijcoach.
En het doel is dan uiteindelijk om het gedrag van de bestuurder eigenlijk te verbeteren. Iemand beter te laten autorijden. En dat aan de hand van real-time waarschuwingen. Maar ook positief coachen. Dat doe je niet tijdens het rijden, want dan leid je iemand alleen nog maar meer af. Dus dat wil je natuurlijk wel na het rijden doen. En het idee is dan om op een pilot wel actief te laten zijn, maar disengage. Dus hij gaat niet ingrijpen. Hij kan dus helemaal niet ingrijpen. Hij ontvangt alleen data en kan daarmee aan de hand daarvan zien hoe iemand rijdt. Dus met de camera, de sensoren, et cetera. Maar niet ingrijpen, dat is dan wel heel belangrijk. Een beetje zoals vroeger die rijinstructeur die naast je zat. Ja. Ja? En uiteindelijk, die greep af en toe als je pech had je stuur vast. Nou, dat, maar waar dus Open Pilot had willen ingrijpen, dat is een beetje het achterliggende concept. Nou, kunnen we hem niet zo maken. Ja, en dat is nog een tekort aan rijinstructeurs. Dat zou ik ook een keer verkopen. Maar ja, zo willen we het dan hergebruiken. En waarom ook? Omdat Open Pilot is eigenlijk een mooie basis. Want dat biedt eigenlijk alles al aan wat we nodig hebben. We hebben ook een self-driving challenge bij de Hanze, bij de DSH. En dan gaan ze juist een kart zelfrijdend maken vanaf bottom-up. Dat heb jij mooi een keer verteld. Van bottom-up, maar gaan juist van boven naar beneden. En het is ook toegankelijk en het is open source. Dus dat biedt eigenlijk heel veel mogelijkheden om daar gewoon heel mooi mee aan te werken. Nou, en toen hebben we eigenlijk een soort proef, dat heb ik gedaan, hebben we een bumperkleef detectiemodule gemaakt. En die gaat dan kijken, ben je aan het bumperkleven, ja of nee? Eigenlijk al heel simpel, maar om even als proof of concept te hebben, om te zien wat mogelijk is met Open Pilot. Die andere twee die komen nog, die BMW-rijder, iedereen, die hebben goed, herkent dat, ja. Audi kan misschien ook. Maar daar zijn we, dus Jeroen heeft deze eerst gedaan, dan gaan we nu laten zien hoe dat gedaan is. We zijn ook bezig nu, maar ben je dan aan het zwalken? En de laatste was een persoonlijk. Ik ben de laatste keer, twee jaar geleden, toen ben ik door dit idee gekomen, is door de politie worden weggehaald, want ik heb blijkbaar een politieauto gesneden terwijl ik aan het inhalen was. Toen zei de laatste wel, weet u wel dat we harder mogen rijden, ook zonder zwaailichting. Dus met andere woorden, ze reden waarschijnlijk heel hard. Maar goed, ik had ze natuurlijk niet mogen snijden. Maar ik had het helemaal niet meer terughalen. Toen had ik eigenlijk heel graag dit willen hebben. Van heb ik inderdaad, want hij kan over naar binnen kijken. Dus ultiem wil ik hem hebben dat je niks over schouder gekregen hebt met inhalen. Dat zou een beetje de... Ja. Maar goed, jij hebt de eerste gepakt. Kunnen we überhaupt iets toevoegen aan een feature? Bijvoorbeeld een bumperkleefdetectie. En een soort fundament leggen om voor anderen om op voor te beduren. Ja. Dus eigenlijk dat het eigenlijk met modules kan. En ik heb dus de bumperkleefmodule als module toegevoegd aan de VAR. En zo kunnen andere studenten ook makkelijk aan verder werken. Ja, en dan wel in gesimuleerde omgeving. Ja, en het doel uiteindelijk end-to-end validatieplatformen. Daar kom jij zo op terug. Nou, om een beetje een idee te geven. Dit heb ik al van verteld. Ja, gezien de tijd ga ik niet helemaal hierop in, maar het is gebaseerd op de time headway. Dus in ieder geval hoe ver jij dat voorligger weet. Hè? En nu is het heel simpel nog, want misschien regent het wel. Ja, dan moet je eigenlijk wat meer afstand houden of als het sneeuwt. Dus, en daar hou ik nog helemaal geen rekening mee. Dus het is een hele basale vorm. Maar eigenlijk wil je dat wel dynamisch natuurlijk gaan bekijken. Veel snel een... Hoe dat dan ook even in de simulator eruit ziet, dat is wel even leuk. Dus dan kun je gewoon een scenario maken. En ik heb daar rechts heb ik even dat je de time headway ziet. Ja, time to collision. Maar de time headway gebruik ik. Om een beetje een idee te geven hoe het eruit ziet. Nou, en dan, je hebt geen geluid, maar op de duur gaat hij ook helemaal piepen en zo. Dat heb ik ook toegevoegd. Maar het was eigenlijk redelijk eenvoudig om dit toe te voegen. En dan denk je van, heb je hier je afstudeeropdracht mee gedaan? Ja, maar het was wel, achteraf gezien was het makkelijk toevoegen. Als je in het begin, dat weet jij ook nog wel, dat is een draak van een codebase. Dus het was heel veel stoeien. Maar het is, even kijken. Maar je kunt dus beter bumperkleven, dus je cw-waarde gaat omlaag. Sorry? We willen ook nog een soort eco-module en dan is het juist goed nieuws, zeg maar. Dan gaan we, hoe doen we dat? Die vrachtwagens die zo in zo'n... Hebben ze een mooie term voor? Ja, dit is de... Kolonnenrijden. Goed, nu nog even hoi. Dankjewel, Jeroen. Eer wie eren toekomt. Even een kort applaus trouwens. Want, want toch, uiteindelijk, als jij dit niet vlot had getrokken, dan was dit nog steeds een leuk idee, maar doodlopen steek. Je moet toch iemand hebben die even zin heeft. En ook even buiten kantoren zijn met mouwen opstropen. Steeds maar. Dus hartstikke goed. Daarmee heb je wel de basis gelegd voor Arjan. Arjan is nu bezig en die gaat, die lane departure warning. Doen we wel iets anders, doen we op de logs.
Dat is juist, maar dat is ook eigenlijk iets nieuws, hè? Iets dynamisch. Dat weten we nu wel in principe hoe dat moet. Maar juist kunnen we op basis van die logfiles dan zeggen, hé, je bent overgestoken. Is dan bijvoorbeeld die lane departure module van OpenPilot zelf goed genoeg? Of niet? Hè? Mist hij wel eens wat? Heeft hij daar false positive, false negative? Dus dat zijn we daar aan het onderzoeken. En nou ja, dat ik niet weer door de politie van de weg word gehaald, dat is zeg maar voor, nou, ook hopelijk dat we daar na de zomervakantie, hè, we zijn een beetje seizoensarbeiders, dus elk seizoen hebben we weer nieuwe slimme mensen om aan te. Dus dat is op dit moment een vacature. Ja, maar dat geeft een beetje misschien een idee hoe we binnen onze context daarmee kunnen werken. Nou, even dan nu maar wat te snel, maar dit was denk ik bijna te leuk om te doen. Maar dat is een beetje ook omdat jij de deuren wat openzetten. Wij zijn ook in contact gekomen met toevallig een kantoor wat in de stad Groningen staat. Maar dat is eigenlijk toeval. Maar misschien ook niet helemaal, want zij hebben natuurlijk ook, zijn ze bij het RDW geweest, ook om hun diensten te verkopen, geïnspireerd geraakt om, kunnen wij niet nadenken voor een validatieplatform om dit soort systemen te testen. Dus nu zit ik te pronken met de veren van Society. Ik zal daar even wat sneller overheen gaan, excuses daarvoor. Hè, maar dat was anders de balans geweest, maar zijn we actief nu met hun mee aan het werken. Dus zij ontwerpen een systeem gebaseerd op wetgeving. Dat vind ik wel heel stoer. Dus de originele wetgeving van de Wegen- en Verkeerswet. Hoe steek je een kruispunt over, verkeer van rechts, ja, en een tram van links moet je toch voorrang geven. En hoe zit dat als je kruisende lijnen hebt? Om daar eigenlijk allemaal zeg maar, virtuele CBR-examens te genereren. Ja, en dan kijken hoe je daar als mens en op termijn een zelfrijdend systeem, zoals OpenPilot, op kan loslaten. Nou, en soms, toeval bestaat niet misschien, raakt weer gesprek. Ik zeg, joh, maar dat zelfrijdend systeem heb ik al en een beetje naar jou toe. En OpenPilot is niet de slechtste. Dat is misschien wel hartstikke gaaf en daar zijn we toevallig mee aan het sleutelen. De sleutel is Carla, want uiteindelijk genereren zij werelden in een gevirtualiseerde wereld. Dus zij zijn nu overgestapt naar Carla, omdat wij Carla heel fijn vinden. Want in Carla kunnen wij OpenPilot laten rijden. Ja, ik heb er allemaal slides voor, maar ik doe nu even met de handen. Dus waar zitten we nu? Op dat punt is zij genereren ook werelden. Dat zijn wel hele grote blokken werelden. Dat is volgens mens misschien wel even leuk. Maar of dat goed genoeg is voor OpenPilot om te snappen dat je op een kruispunt zit en dat de verkeer van rechts komt, dat zijn we aan het onderzoeken. Dus we zijn nu, en dat doet Sjoerd, maar zijn vrouw die is daar op het punt van bevallen, anders was Sjoerd hier vandaag bij me geweest. Die is nu die scenario's die, zeg maar, toch wel vrij sluw, slim, door het platform waar Society aan bouwt, wordt gegenereerd, zeg maar, tot leven te wekken in Carla. Zodat wij ze dan kunnen aanbieden aan OpenPilot en we OpenPilot kunnen confronteren met die situaties. En dat bedoel ik met dat end-to-end, want in één keer, dan hebben we wezen het cirkeltje rond. En dan gaan we misschien weer een keertje weer aanbellen bij de RDW. Zeggen, moet eens kijken wat we nu hebben gebouwd. Of ze dat dan, en uiteindelijk wordt dat voor hun misschien een wat commerciële exercitie. En dat is verder prima. Ja, maar dus in die zin zijn we daar geïnspireerd. En zitten we in de garage, in de mentale garage zijn we aan het sleutelen. Dus laat ik dan maar even, jongens, dan ga je toch weer door al die slides heen. Hè? Dat moeten we niet hebben. Sorry beste mensen. Dit, je ziet ook die mooie kleur. Maar dit kun je voorstellen. Je krijgt dan dit soort situaties. En wat doe je dan? De wet is ook niet helemaal, is eigenlijk non-deterministisch. Dus ja, iemand neemt op een bepaald moment ook maar voorrang. Wij geven daar vaak een handgebaar. Hè, van doe maar dan. Maar goed, dus sorry dat ik het nu even zo afraffel. Maar dit is misschien toch wel even heel aardig. Hè. Uiteindelijk wat je ziet is, de linkerkant doet Society. De rechterkant voelen wij ons aangesproken. Niet dat wij Carla bouwen, maar dat wij Carla gebruiken. Dus er worden situaties gecreëerd, een opdracht, steek bijvoorbeeld een kruispunt over en bijvoorbeeld, maar je moet wel die fietsen van rechts voorrang geven, dat is dan even de mini-scenario. En dan zit er wel de truc, zij genereren dan automatisch een wereld plus een opdracht naar bijvoorbeeld een mens die achter die simulator zit, ja? Maar idealiter onze VAR die dan level 1 die persoon ondersteunt, bijvoorbeeld met zo'n tailgating warning, of eventueel nog een stapje verder dat de OpenPilot zelf dit gaat doen. Ja. Dan rijd ik soms wel eens door het centrum Amsterdam heen. Ja. Dan heb je heel veel fietsers, wandelaars die vooral niet aan regels maken. Hoe reageert zo'n systeem dan? Ik zou wel met OpenPilot heel voorzichtig zijn met door Amsterdam te rijden. En in Groningen kunnen we er ook wat van. Ja. Ik denk ook dat zelfrijdende auto's sneller op snelwegen, zulke wegen
Maar op drukke kruispunten midden in een stad, dat probeerden de mensen wel, hè, met al die testvoertuigen. Maar eigenlijk was dat niet echt een goede use case. Ja. Maar snelwegen, dat gaan we wel snel... Ik snap met de tijd, Rudy, maar dus wat Societies zich er druk mee maakt, doen ze ook wel trouwens met studenten van ons, maar ook van de collega's uit Leeuwarden en Zwolle, is dat uiteindelijk toch maar, en vind ik toch wel heel stoer dat ze dat doen, hè, dat ze toch het natuurlijke tekst pakken, om dat zo goed mogelijk te interpreteren en dan zoveel mogelijk permutaties uit te rekenen. En dat is toch wel heel, had ik eigenlijk nog niet verwacht, klinkt te negatief, maar ik vond het wel echt heel dapper dat ze dit hebben opgepakt. Uiteindelijk krijgen ze dan dit soort situaties, dat is dan eigenlijk dan ook wat je in dit geval in Carla bijvoorbeeld wil tonen. En dan zien op dit moment de werelden er zo uit. Nou, de vraag die nu op tafel ligt en Sjoerd moet kijken, is dit voldoende om aan te bieden aan OpenPilot? Dat hij denkt van ja, hier kan ik wat mee. Of is dit toch te blokkerig en moet er meer detail in komen omdat OpenPilot meer getraind is op echte wegbeelden? Vraagteken. Dus daar staan we nu, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, dit is even de samenvattende slide. Dus daarboven, hè, dus gebruik die gegenereerde scenario's vanuit de society-wereld om in ieder geval een fatsoenlijke Carla-wereld op te bouwen. Dan kun je in ieder geval eerst als mens, want je kunt gewoon met je toetsenbord en een stuurtje kun je door Carla rijden, dat is stap 1. Dan zetten we, zeg maar, OpenPilot passief aan, wat jij ook zei, een beetje dat je met je meekijkt, dan kun je op die manier door die Carla-wereld. Dit wordt natuurlijk de spannende stap van, is OpenPilot nou in staat? Want dan kunnen we naar het RDW gaan en zeggen, joh, wat we nou hebben, we hebben in ieder geval een eerste treintje hebben aan de rit. En ja, soms ben ik een beetje trots, dus sinds kort zijn we in bezit van die setup. Het is niet de meest moderne simulatiesoftware, maar wel echt een mooie setup. Ogen wel ook wat, niet waar. Dus wij willen nu ook, dat is nog wel even sleutelen trouwens, is om Carla aan de praat te krijgen, fysiek ook in die omgeving. Niet alleen op een stoere laptop, zodat je daadwerkelijk ook mensen iets meer kunt bieden. En denk ze, als we dat hebben, nou, als het een beetje mee zit over een jaar, zou dat zomaar eens zo kunnen zijn. Dan in één keer gaan we het RDW echt uitnodigen op locatie. Want dat was even dan de afsluitende. Ja, dus dat is toch wel het doel voor ons om ze mee te denken met ze. Tegelijkertijd misschien voor een society om te zeggen, joh, we willen dit zelfs wel jullie aanbieden, zodat jullie een fatsoenlijkere validatieplatform hebben. Het RDW is extreem geïnteresseerd, hè? Want het RDW was ooit door Tesla gevraagd om de Tesla-type te keuren voor de Europese markt. Dus er is daar een enorme aap op het bureau gezet. Nou, leuk voor ons, hè? Als dat in België was gebeurd. Ja, dan was... Dus het is heel, heel fascinerend. En nou, de man die daar nu hoofd is, die woont toevallig ook in de stad Groningen. Dus toevallig loopt er dingen waar hij op zijn pad. Dus ze weet hier absoluut van dat wij hier aan het stoeien zijn. Maar ik durf hier nog niet te zeggen dat we het probleem hebben opgelost. Dat is niet helemaal fair. En uiteindelijk is zelfrijdende auto's natuurlijk al fascinerend zat. Maar deze vraag van hoe ga je systemen waar veel intelligentie in zit, hetzij met machine learning getraind of gewoon slimme normale algoritmes, er ligt natuurlijk een veel grotere vraag boven de markt. Hoe gaan we dat doen? Elke software update geeft het systeem misschien ander gedrag. En ja, hoe wil je daar überhaupt als samenleving grip op houden? Dus dat is bijna een veel grotere ambitie. Nou, daar zijn wij ook... hulp met z'n allen nodig, hè, maar het is wel ook, niet alleen doen we het voor de auto's, maar er ligt eigenlijk nog een veel grotere vraag achter de horizon. Nou, dan hebben wij nog even werk, Jeroen. Maar nou, ik hoop dat dit een beetje een indruk heeft gegeven. Ik ben in ieder geval ruim door mijn tijd heen nu, Rudy. Ik zie daar nog een vraag, ik weet niet hoe jij... Als het een hele korte vraag is, welke percentage is nu ongeveer AI en andere misschien... Ja, de vraag is, hoeveel van de functionaliteit van OpenPilot is op dit moment AI, dus machine learning gebaseerd, en ander meer rule-based, meer klassiek? Weet jij dat zo? Voornamelijk met, ik weet niet uit mijn hoofd wat de percentages zijn, maar het is vooral machine learning, maar er zitten ook wel weer wat regels in. Maar exacte getallen durf ik niet zo te zeggen, want dan krijg je bijvoorbeeld ook bepaalde gegevens binnen van bepaalde sensoren, en aan de hand daarvan, wat de waarde daarvan is, gaat hij wel een beslissing maken, maar... Wat de verhoudingen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ik durf het echt niet te zeggen, nee.